En, nou ja, goed, daar gaan we dus. Hier komt de politieke bekering. Langzaam maar zeker. Vanaf 1888 voelt hij zich erg aangetrokken tot anarchistische ideeën. En dat is hij ook de rest van zijn leven eigenlijk min of meer gebleven. Nou, om dat in een wat breder kader te hangen en te laten zien voor wat dat is, pak ik even dit schilderij van hem. Die hebben we 2 weken geleden ook al eens een keer voorbij zien komen. Helemaal in het begin, direct om het pointillisme, eventjes te introduceren in die mooie stijl. Wat moet ik hiervan zeggen? Nou, het is 73 bij 92 centimeter uit 1890 afkomstig. Laat ik eerst even met u naar de titel gaan kijken. Want daar zie je al een paar heel opmerkelijke dingen weer terugkeren. Eén, er staat opus 217 op een glazuur van een ritmische achtergrond van maten, hoeken en tonen en tinten. Portret van M. Félix Fénéon in 1890. Pardon, denk je dan zo ongeveer, wie geeft in vredesnaam een schilderij zo'n ongelooflijk lange naam? Nou, dat is niet stom toevallig, het is ook deels waarschijnlijk een beetje als grap bedoeld geweest. Maar laat ik eerst even naar het eerste gaan kijken, dat als je teruggaat, vind je dat misschien ook al wel hier weer terug en deze nog niet. Maar ook deze zie je dat weer terugkeren. Signac had de neiging, niet de neiging, dat deed hij op een gegeven moment, om schilderkunst te vergelijken met muziek. Dat is bijna hetzelfde als wat je met Whistler tegenkomt. Dus voor hem was eigenlijk een schilderij een soort van een compositie die bestond uit een harmonie van kleuren en lijnen en sferen, et cetera. Dus wat je op een gegeven moment ziet gebeuren, is dat hij zijn schilderij letterlijk, zeg maar zoals ze dat in de muziek, opusnummers mee gaat geven. Opus nummer 1, opus nummer zoveel, opus nummer zoveel. En wat je bij Brahms bijvoorbeeld ook aantreft, of bij andere grote componisten aantreft. En dat zie je hier straks nog niet weer terugkeren. Maar soms zal hij dan ook nog bij zo'n oude, noemt hij dat een gezicht op een haven, opus nummer 7. En dan noemt hij dat vervolgens ook Adagio. Of dan noemt hij dat Allegretto. Adagio Maestioso of zo. En dus dan krijgt het dit soort muzikale verwijzingen in zich. Let maar eens even op wat je straks nog zult gaan zien. Nou, daarmee ben je nog niet steeds op die hele lange titel uit van waar dat nou vandaan komt. Dan moet je weer even bedenken dat die wereld van het pointillisme natuurlijk deels gebaseerd was op een zogenaamde wetenschappelijke theorie. Kleurtheorie, dat als je met optiek, dat als je volledige kleuren naast elkaar zet met puntjes en je loopt naar achteren, dat die kleuren in elkaar overvloeien. Dus dat daardoor je een kleuroptisch effect gaat krijgen, waardoor je dingen anders gaat zien als alleen maar die puntjes zelf. Dus daar zit een soort van een wetenschappelijke basis achter. Tel daarbij op dat Seurat dan ook nog eens een keer begint van ja, lijnen hebben dan ook nog weer een betekenis. Een horizontale lijn geeft rust en een diagonale lijn die kant op geeft verdriet. Een diagonale lijn die kant op geeft vrolijkheid. Het heeft allemaal iets heel wetenschappelijks over zich, ook iets heel theoretisch over zich. Was ook een van de redenen waarom later heel veel mensen kritiek hadden op dat impressionisme of dat pointillisme. Want kunst is toch niet, is toch geen wetenschap? Kunst is toch geen theorie? Kunst is expressie. Kunst is veel meer dan dat alleen. Maar dat die bijna, laat ik zeggen, obsessie om natuurkundig en om wetenschappelijk uiteindelijk dingen in te vullen, speelde in deze tijd ook op een andere manier af. Op een gegeven moment verscheen er een boek met een gigantisch lange ingewikkelde titel. En daar is dit dus een persiflage op. Waarin de auteur op een gegeven moment op natuurkundige principes zegt dan bijvoorbeeld aangaf hoe dat formaten van boeken eruit moesten zien. Dus wat het ideaal formaat was voor een boek. En om dan verschil te maken voor het boek met illustraties moest het zo groot zijn, zoveel centimeter bij zoveel centimeter, of in verhouding. En een gewoon leesboek moest dan zoveel zijn en de bladspiegel moest dan zo en zo in elkaar zitten. Dus allemaal zeg maar bijna wetenschappelijk gedefinieerd. En dan had ze een of andere lange ingewikkelde titel, zoiets van verhandeling over de, nou, en wat Signac hier gedaan heeft met zijn schilderij. Heeft hij een hele lange belachelijke titel meegegeven. En dat had onder meer te maken dat die Fénéon daar op dat boek vervolgens weer een artikel geschreven had. Dus daar lag de link met die belachelijke titel, lange titel van dat boek.
En meestal spreken wij gewoon over het portret van meneer Fénelon. Dus daar hoeft u verder helemaal niet zozeer wakker van te liggen. Nou, wat is er op te zien? Nou, meneer Fénelon, dat ziet u al wel. Hij ziet er een beetje Uncle Sam-achtig uit. Met zijn sikje en zijn hoge hoed. Zo zag hij er ook in werkelijkheid uit, hoor. Ik zal jullie straks een foto laten zien. Hè, met een soort van een haakse hoeken er prachtig in met die wandelstok en die elleboog van hem en dat hoofd. Hè, en ook dit, wat een beetje mooi als contrast staat tot die wirrelwarrel aan figuren vervolgens aan op de achtergrond. Het was natuurlijk ook een beetje een schilderij wat een beetje, laten we zeggen, een schandaal verwekte. Omdat men eigenlijk niet of nauwelijks wist wat men er precies mee moest. Die achtergrond is natuurlijk een manier zoals we dat eigenlijk nog nooit. Het is net alsof je naar een circusvoorstelling, naar een kaleidoscoop zit te kijken. Dus het is totaal anders dan wat je normaal gewend bent. Hij steekt zijn hand vooruit en dan houdt hij een. Mijn literatuur zegt dat het een cyclaam is. Anderen roepen het is een orchidee. Een bloem, ja. Ja, kijk. Ga er geen ruzie over schoppen. Hij houdt een bloem vast in elk geval. Ja, fantasiebloem. Ja. Eén ding weet ik in ieder geval wel. Ik ben nergens tegengekomen waarom dat hij die cyclaam vasthoudt. Dus waarom dat er deze bloem is. Of dat nou te maken heeft met die bladen en het patroon op de achtergrond. Dat bijna magisch, hè, dat bijna goochelaarachtige patroon op de achtergrond. Juist omdat men daar zo weinig koek van kon bakken en hij er hier bijna uitziet als een goochelaar in een circus, zou ik willen zeggen, hè, wordt het vaak een beetje ook wel eens aangeduid als symbolistisch, juist omdat je denkt van er is iets aan tovenarij gaande in het werk. Ze hebben er wel eens op gewezen, maar 100% hard gemaakt heb ik dat nooit ergens gezien, dat een deel van de patronen die hierachter weer terug ziet keren, dat het uit de Japanse kunst komt. En met de Japanse kimono's en kleden, et cetera, als patroon zijnde. Nou goed, het is een prachtig portret met hem in profiel. Maar goed, het belangrijkste is de man die erop staat, zou ik bijna willen zeggen. Zijn naam is Fénelon. Hij was kunstcriticus, hij was journalist, hij was ambtenaar, maar hij was bovenal ook anarchist. En hij was een goede vriend van Paul Sagnac. En waar zit hem onder meer het verschil in? Fénelon vond dat je een betere wereld moest bereiken door met bommen te gooien. Paul Sagnac vond dat je een betere wereld moest bereiken met schilderkunst. En in die zin verschilden ze natuurlijk uiteindelijk wel van elkaar. Even naar de man zelf. Kijk, dit is een foto van hem. U ziet, u heeft dat mooie sikje uiteindelijk van hem. Wat zegt u? Vindt u hem lelijk? Of dat sikje lelijk? Nou, maak je geen zorgen, je zult hem niet meer tegenkomen. Nee, wat moet ik even over hem zeggen? Van, dat is wel vrij aardig. Hij heeft hem hier eigenlijk geportretteerd. De beste man leidde toch lange tijd een soort van een, je zou misschien min of meer wel kunnen zeggen, dubbel leven. Want hij werkte bij het ministerie van Justitie, als ik het goed heb. Daar was hij gewoon ambtenaar, daar zat hij achter een bureau. Daar werkte hij de hele dagen keurig netjes als het moest. En 's avonds zat hij daar met zijn vrienden in de kroeg, met zijn anarchisten en allerlei plannen en ideeën uit te broeden. Hij schreef ook artikelen, maar was kunstcriticus uiteindelijk. Maar goed, hij was ook vooral politiek anarchist. En dat bleek ook wel, want op een gegeven moment werd er een aanslag gepleegd in Parijs. En toen hebben ze vervolgens zijn kantoor op het ministerie doorzocht. En toen vond men op een gegeven moment in de laden van zijn bureau detonators voor bommen en kwik terug, et cetera. Dus de beste man had in zijn bureau allerlei dingen liggen waarmee je bommen kon laten gaan. Hij werd gekoppeld aan die aanslag, dat hebben ze nooit kunnen bewijzen. Laat ik het even heel eerlijk zijn, dus uiteindelijk hebben ze hem weer laten lopen. Maar hij had gewoon de reputatie dat hij een anarchist was en dat hij dus die politieke opvatting heel duidelijk aanhing. Dat anarchisme zal ik straks nog wel eventjes toelichten. Hij is voor ons ook in een andere zin, zekere zin, wel interessant, vind ik.
Hij is degene die de term neo-impressionisme verzonnen heeft. Dat is een titel die hij voor het eerst in een artikel noemt en die dan vervolgens door de groep wordt omarmd. En wat hij gedaan heeft in zijn latere jaren, ik zou bijna zeggen, het staat bijna haaks op zijn anarchisme, dan wordt hij kunsthandelaar. En als kunsthandelaar is hij een grote, laten we zeggen, promotor geworden van grote kunstenaars van rond 1900 en daarna. Dus en je ziet hier ook namen als Kees van Dongen weergegeven, Henri Matisse, et cetera. Dat zijn allemaal mensen die hij dus verkocht heeft, aangeprezen heeft als die Italiaanse futuristen. Uit Italië natuurlijk, hem met werk in Frankrijk gekomen, is hij degene die hen daar vooral introduceert. Dat die futuristen introduceert is niet zo heel erg vreemd. Want die futuristen waren zelf ook weer anarchisten. Dus het zit in die zijn allemaal dicht bij elkaar. En om nog even een voorbeeld te noemen. En waar hij mee te maken heeft. Hij is een van de eerste die ook een artikel geschreven heeft over niet-westerse kunst. Dus niet-westerse objecten. Waarbij hij op een gegeven moment. En het artikel kun je als je gaat zoeken op het internet nog terugvinden. Met ook objecten van niet-westerse kunst. Waarin hij op een gegeven moment zegt van. Hoort dit niet gewoon thuis in het Louvre? Is dit ook niet een stuk van onze kunstcollectie en horen wij daar vervolgens zuinig op te zijn? Dus hen, de waardering voor het niet-westerse zie je dat hij daar ook als een van de eerste een bijdrage geleverd heeft. Maar goed, hij en Signac waren dus hele goede vrienden van elkaar. Vandaar dus ook dat Signac hem geschilderd heeft. Maar de opvatting, hè, hoe dat je dus een betere maatschappij moest bewerkstelligen, daar waren ze het absoluut natuurlijk niet over eens. Hij vond bij wijze van spreken dat je bommen moest gooien. En Signac vond dat je dat vooral door middel van de kunst moest doen. En dat zie je natuurlijk in het anarchisme heel sterk terugkeren. Hoe je de ideale maatschappij moet bereiken, dat is heel erg afhankelijk van wat jouw insteken zijn. Een beroemde anarchist heeft ooit eens een keer gezegd van bommen gooien, bommen gooien. De meest effectieve bom die er is, zei hij, is het schrijven van een boek. En daar had natuurlijk wel een punt in, hè? Van daarmee weet je vaak veel meer te bereiken dan dat je met een bom gaat gooien. Nou, even. Nee, nou, is het nou een cyclaam of een. Ja, het is een cyclaam. Ja. Ik heb anders geen verstand van bloemen, maar goed, nu eindelijk wel. Wat is even dat anarchisme? En waar zit hem natuurlijk met name ook de liefde van die kunstenaars? Het anarchisme betekent eigenlijk dus dat je gezag verwerpt. Hè? Je wilt geen autoriteit boven je. Anarchisme betekent eigenlijk letterlijk zin zonder vorst, zonder heerser. Dus je wilt geen gezag aan de bovenkant hebben. Je ziet dus dat anarchisme zich daarmee ook bijna altijd richt tegen koning, tegenover kerk, tegenover gezag. En als je bij koning en kerk uitkomt, kom je ook direct altijd bij kapitaal uit. Dus kom je ook bijna altijd automatisch bij het kapitalisme uit. Want diegenen die de macht hebben, is de mensen van het kapitaal. Dus hen kapitaal is in dit geval fout. Het idee van anarchisme is natuurlijk bijna zo oud als de mensen, zou ik bijna willen zeggen. Maar je ziet met name dat in 1840 wordt de term voor het eerst gebruikt. Door deze meneer, die jullie hier aan de rechterkant zien, Pierre-Joseph Proudhon. Hij is journalist, hij is econoom, doet heel veel verschillende dingen. Maar heeft een heel beroemd boek geschreven, hè, wat heet Wat is eigendom? Nou, hier klinkt het linkse gedachtegoed natuurlijk direct al door. Wat is eigendom? En daar zit die beroemde regel in. Eigendom is diefstal, zegt hij dan vervolgens. Let even op wat hier staat, want ik probeer jullie vanmiddag natuurlijk nog echt tot anarchisten om te tonen. Toveren. Hier staat eigendom is diefstal. Hier staat niet bezit is diefstal. Dat is iets anders. Nee, dat is ook heel logisch dat je namelijk niet bezit. Als eigendom, als ik het heb over eigendom bij wijze van spreken. Als ik zeg van eigendom, die computer is mijn eigendom. Die is van mij. En daar hebben jullie niks mee te maken. Ik kan ook zeggen, die computer is in mijn bezit. Maar dat kan dus betekenen, hè, als je het over bezit hebt, dat ook iemand anders hem mogelijkwijs in zijn bezit kan hebben als ik hem niet meer nodig heb. Dus een anarchist zou bijvoorbeeld zeggen van voor mij is deze laptop, omdat ik ermee werk, is het een productiemiddel. Dus ik heb hem nodig. Maar ik heb hem straks nodig tot 3:45, 4 uur hoop ik.
En dan ben ik klaar, want anders gaat het weer helemaal mis. En dan heb ik hem na 4 uur niet meer nodig. Tot vanavond 7:30 bij wijze van spreken. En dan zou iemand anders kunnen zeggen van nou, ik kan hem wel gebruiken tussendoor. En die gebruikt hem dan vervolgens zelf. En die heeft hem dan dus tijdelijk in bezit om er zijn dingen mee te gaan doen. Zonder dat hij kan zeggen dat het zijn eigendom is. Met als gevolg dat ik hem dan weer terugkrijg om er zelf dus weer mee te werken. Dus het is een nuanceverschil, maar het maakt natuurlijk wel heel veel uit. Ja, het punt alleen natuurlijk is, de werkelijkheid geldt voor, dat wil ik wel doen, hè, maar zo gaat dat op een gegeven moment als je dat dan 3-4 keer aan iemand doorgeeft en dan bij de 5e komt je niet weer terug. Hè? Want zo zitten wij mensen natuurlijk in elkaar. Dus daarom doe je dat niet. Maar het anarchisme heeft dus ook daarmee heel erg iets tegen bezit. Dat zullen we ook wel gaan zien. Hè, het idee namelijk is ook dat als je namelijk echt eigendom hebt, dat als je echt eigendom maakt je niet vrij. Eigendom belast je juist. Nee, oh, nou ja, goed, ja. Ik heb hier nog niet zoveel. Ik had beneden de Molotov cocktails al klaarstaan om hier het gemeentehuis te. Ik zal kijken of ik jullie straks zover zou kunnen gaan krijgen. Maar om eventjes die links te laten zien. Dit is degene die die term verzonnen heeft van het anarchisme, niet zozeer het gedachtegoed, keert zich tegen het kapitalisme, keert zich tegen de vorsten en noem maar op. Maar Pierre-Joseph Proudhon was een hele goede vriend van Gustave Courbet. En Gustave Courbet is de grote schilder van het realisme. Gustave Courbet is die schilder van die steenkloppers. Gustave Courbet is die schilder van die boerenbegrafenis, et cetera. De man die voor het eerst het hele eenvoudige volk in grote monumentale stijl uiteindelijk weer gaat schilderen. En Proudhon vond dat dus, ik zou zeggen, socialistisch, anarchistisch werk. Dus je ziet dat ook met iemand als een Gustave Courbet, dit is een portret van Proudhon, in groot formaat geschilderd door Gustave Courbet. Dus je ziet hier dat direct de wereld van kunst en politieke opvattingen hand in hand gaan lopen. En dat zie je vaker in de geschiedenis uiteindelijk weer terugkeren. Ja, hij heeft ook in de bak gezeten, maar natuurlijk, je kan er even over zeggen, maar ga je lekker niks over zeggen. Dat is het belangrijkste van het anarchisme, het eerste belangrijke, er zit een verschil tussen anarchisme en anarchie, hè? Als de anarchie uitbreekt, dan is het een bendeloze troep. Bij wijze van spreken. Dus daarom heeft anarchisme of anarchie ook heel vaak een hele negatieve klank bij mensen. Dat mag je ook rustig houden hoor, daar zit het hem helemaal niet zozeer in. Maar heel vaak spreken wij vandaag de dag ook liever over maatschappelijk anarchisme of over sociaal anarchisme. Omdat anarchie een negatieve betekenis heeft, alsof het één grote chaos gaat worden. Anarchisme wil betekenen dus dat je autoriteit verwerpt. Dus een gezag van een president of een dictator of een koning of weet ik veel nog wat, van de kerk, et cetera. Maar het betekent niet dat je regels of wetten verwerpt. Je wilt natuurlijk nog wel altijd een ordening. Alleen beslissen wij dan met z'n allen wat hier de regels zijn. En zien we er met z'n allen op toe dat die uiteindelijk ook toegepast worden. Met één heel belangrijk punt erin, dat je zo'n groot mogelijke vrijheid hebt. Krijg ik nog zover? Ja, nou goed. Deze meneer, ik noem hem even Mikhail Bakunin. Misschien hebt u ooit van hem gehoord. Hij was een Russische prins. Ja, als u vroeger, als je in de marxistische tijdperk, de studenten, die kennen allemaal van dit soort naam. Bakunin, Kropotkin was nog zo'n Russische naam die heel vaak bekend was in die tijd. Maar hier zie je ook, het is heel links, hè? Het is vaak tegen een afschaffing van het eigendom, tegen het kapitalisme. Maar hier zie je ook direct waar het op links dan de ruzie op een gegeven moment over bestaat. Van Karl Marx die zegt van ja, we moeten het systeem van het kapitalisme ook omverwerpen. En als we dat uiteindelijk gedaan hebben, wat krijgen we dan? Dan krijgen we het proletariaat aan de macht. Dus dan krijgen we de dictatuur van het proletariaat. En dan zegt Bakunin, ja, maar dat is de ene heerser inruilen voor de andere. Dan ben je dus nog steeds niet vrij. Dus die anarchisten hadden
niks op met de communisten en niks weer op met de socialisten. Dus dat vecht elkaar uiteindelijk letterlijk de tent uit. Het is maar even dat je het weet. Maar goed, hun typische uitgangspunten voor het anarchisme is eigenlijk dit. 1. Macht corrumpeert. En des te meer macht dat je hebt, des te meer corrumpeert het. En dat is ook wel deels een beetje zo. Laten we even heel eerlijk zijn. Het tweede, hè, bezit of eigendom is onverenigbaar met vrijheid. Ik probeer al de hele week te roepen van nee, want het feit dat u namelijk eigendom bezit, dat levert u alleen maar zorgen op. Over uw huis en uw hypotheek en al die spullen en hoe loopt dat af en rijd ik straks geen deuk in mijn auto en staat mijn fiets er nog wel en weet ik veel wat allemaal meer. Dus als daarom ik probeer de hele week geef ik deze tip, bevrijd u daar van al die problemen, geef het aan mij en dan komt het. Ja, en dan bent u vervolgens gelukkig, hè? Maar goed, de uitkomst is natuurlijk dat je wat je graag wilt hebben is een gelukkige maatschappij. Een utopie, zoals we dat met een mooi woord noemen. Hè? Maar mensen kunnen alleen in een maatschappij zonder heersers en met gedeeld bezit echt vrij en gelukkig zijn. Dat anti-autoritaire, dat anarchistische, dat zie je echt elke keer weer oppiepen. Hè? Ook nu weer. De anti-corona-maatregelenbeweging is in principe in deels anarchistisch. Occupy na 2008, hè, na de bankencrisis, is in principe anarchistisch. De hippies uit de jaren 60 zijn in principe anarchistisch. Tegen de autoriteiten. Ja. En daar zie je ook een andere verdienste van, vlak dat anarchisme natuurlijk niet weg. Maar het anarchisme staat natuurlijk voor de volledige vrijheid van iedereen. Er zitten natuurlijk nuances tussen de stroming en de een andere stroming. Maar het anarchisme heeft daarmee dus ook een hele grote bijdrage geleverd aan dingen als vrouwenemancipatie. Iedereen is gelijk. Iedereen heeft het recht op zijn vrijheid. En dat leidt tot vrijheid op alle terreinen, zelfs op de vrije liefde en dat soort dingen. Dat komt ook allemaal min of meer uit deze koker voort. Ja, heb ik u al tot anarchist, krijg ik u uiteindelijk zoveel. En het heeft heel veel verschillende gedaantes hoor. Ik heb ze gewoon even hier een paar voorbeelden neergezet. Laat ze langs u heen schuiven. Want het idee is, hè, wat men wil, is straks is een maatschappij zonder gezag van boven. Waar we gelukkig uiteindelijk allemaal in vrijheid samen kunnen leven. Zonder dat er echt sprake is van bezit. En dan moet je altijd twee vragen beantwoorden. 1. Hè, hoe kom je tot die wereld? Dus wat moet je doen om daar te komen? En 2. Hoe richt je het vervolgens in? Hè, om dan toch die vrijheid en die gezamenlijkheid te organiseren. Nou, je hebt dus anarchisten in de 19e eeuw. Allah, zou ik maar zeggen, die Fénéon. Die met bommen willen gaan gooien naar koningen. En bedenk u wel, Sisi is onder meer doodgestoken door een anarchist. Dus dat is. Victoria heeft aanslagen op zich gehad. Tsaar Nicolaas heeft aanslagen. Er zijn bijna altijd anarchisten die het in dit geval doen. En de terroristen, zou ik bijna zeggen, van de 19e eeuw. Hè, maar de anarcho-syndicalisten. Dat klinkt een beetje heel erg ingewikkeld. Maar de anarcho-syndicalisten die hoopten dus dat ze de revolutie zou kunnen bewerkstelligen. Doordat je een wereldwijde staking uit ging roepen. Dus als iedereen dan gaat staken, leg je dus alles plat. Waardoor dus de machthebbers op een gegeven moment aan de kant gezet worden. En als ik dan straks natuurlijk die maatschappij opnieuw in moet richten. Wie organiseren de stakingen? Dat zijn de vakbonden. Dus voor het nieuw in te richten van de maatschappij. Daar gaan dus de vakbonden een hele grote rol in spelen. Het is een manier. En corporaties zie je ook heel veel terugkeren. Je hebt heel veel verschillende varianten. Je hebt ook anarcho-passivisten. Nou, daar gaan we al. Dat zijn mensen die de anarchische samenleving nastreven. Maar tegelijkertijd geweldloos zijn. Daar hoorde eigenlijk Sijak hoorde daar ook bij. Je hebt ook christen-anarchisten. Ik begreep gisteren van iemand die zei van ja, in Oude Niedorp, er staat een of andere klooster, daar heeft een hele tijd lang een christen-anarchistische groep in gezeten. Dus die was een soort van een commune is het dan, hè, wat daar dan
in neerstreekt. Maar goed, dit is de wereld van, wat moet ik daar nog meer over, over zeggen? Nou, misschien even kijken, hoe mag ik nog? Ja, nou goed, we gaan even eerst naar de... dit pak ik straks even ook qua kunst op. Let even op, ja, let even op, je moet steeds opletten. Je mag niks meer, wat dat betreft. Nee, maar... het anarchisme bepleit natuurlijk zo weinig mogelijk autoriteit van bovenaf. Hè? Waarmee het anarchisme eigenlijk van huis uit een uiterst linkse politieke ideologie is geweest. Een deel van die politieke ideologie is tegenwoordig ook door de rechterflank gekaapt. Als je namelijk bijvoorbeeld gaat kijken in Amerika naar de Tea Party... Die zijn ook zoiets van, we willen eigenlijk zo weinig mogelijk autoriteit en gezag van bovenaf. Alleen zie je dus dat het principe van geen eigendom hebben, daar moet je bij hen niet mee aankomen zetten. Ik wil zo weinig mogelijk overheid, ik wil zo weinig mogelijk belasting, ik wil zo weinig mogelijk dit, ik wil zo weinig mogelijk dat. We moeten ons eigenlijk allemaal zelf zien te redden. Ja, ikke. Maar dat kan ook een vorm van anarchisme opleveren.